kort voor Viviane Miedema. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. In het Kerkelijk Museum aan de Henk Arendstraat staat sinds zondag 21 november een expositie van priesterlijke gewaden. Dit is speciale kleding die geestelijke leiders van de Rooms-Katholieke Kerk dragen tijdens diensten en andere speciale gelegenheden. Het zijn niet zomaar kazuifels en stola's. Ze zijn namelijk beschilderd en geborduurd door kunstenaar Michael Wong Loisin. Priesterlijke gewaden zijn onder andere kazuifels en stola's. De kazuifel is een soort poncho en de stola is een soort sjaal. Kunstenaar Michael Wong Loisin heeft in verband met de bisschopswijding van Monsignor Wilhelmus de Becker in 2005 een aantal van deze gewaden beschilderd met symbolen en beelden uit de Rooms-Katholieke Kerk. De kunstenaar is in het buitenland, dus spraken wij met de initiatiefnemer van de expositie, bisschop Karel Tjuni. Het gaat om een unieke collectie die eerst weer bij elkaar gebracht moest worden. Deze kazuifels zijn gebruikt vanaf 2005 bij de bisschopswijding van Monsignor de Becker. En daarna heeft Monsignor de Becker ze geschonken aan verschillende priesters. En toen ik dit wilde organiseren, moest ik al die priesters biggie vragen om ze terug te geven. Omdat, weet je, wanneer een kunstenaar begint te werken aan een groot project, dan heeft hij één idee en hij zet het in zoveel verschillende stukken. En dan moet je die stukken bij elkaar zien om het te kunnen appreciëren. Op de gewaden worden verschillende situaties en verhalen uit de Bijbel beschreven. De stola's en kazuifels zien er prachtig uit en de bisschop kan niet één uitkiezen als favoriet uit de hele expositie van 32 stukken. Ik vind vooral de Palulu heel erg mooi. Ook omdat ik veel mensen hoor zeggen, onze nationale bloem is de Fayalobi, terwijl onze nationale bloem de Palulu is. Het is nodig dat mensen zich creatief kunnen uiten, zegt de bisschop. En we hebben kunstenaars nodig, omdat kunstenaars ons dingen laten zien die we normaal niet zien. En er zijn allerlei kunstenaars, hoor. Je hebt mensen die schilderen, mensen die muziek maken, mensen die gedicht maken. We hebben ze nodig, omdat een mens niet alleen het verstand nodig heeft om dingen te begrijpen, maar alle andere zintuigen. En sommige dingen kun je niet in woorden zeggen. Moet je zien of moet je horen. En hier kun je dus veel zien. Omdat de expositie pas open is, zijn er nog niet veel mensen geweest. De bisschop nodigt iedereen uit om een kijkje te komen nemen. Ook creatieve kinderen. Ik nodig kinderen die artistiek zijn om ook te helpen. Steeds nieuwe te ontwerpen, toch? Want iedere tijd heeft de eigen boodschap. Misschien is de tijd nu om aandacht te vragen voor de schepping, voor de natuur, voor de bossen, voor de rivieren. En daar moeten dus artiesten zijn die ons daarbij helpen. Hoe kunnen mensen in één oogwenk zien, hé, laat me daaraan denken. Om een veilig wachtwoord te maken, heb je minimaal 8 tekens nodig. Het moet bestaan uit een cijfer, een hoofdletter en een speciaal teken, zoals een uitroepteken of een apenstaartje. Ook is het veiliger om voor elke website een ander wachtwoord te hebben. En hiervoor heb je een speciale dag. In Nederland is het op 24 november Verander je Wachtwoordendag, of ook wel bekend als Nationale Check je Wachtwoordendag. Het is de Nationale Check Je Wachtwoordendag en dus zijn wij hier in Rotterdam om te kijken hoe zorgvuldig men omgaat met wachtwoorden van social media en computers. Wat is je wachtwoord? Wat voor wachtwoord? Ja. Wel, dat is 9054628. Oké, dat vertel je vrij makkelijk. Ja. Ja, gewoon mijn naam en dan... maar wat moet ik zeggen dan? Je naam? Ja, gewoon mijn naam en dan mijn geboortedatum of zo. En wat is je naam dan?
Nikhil. En op welke dag ben je geboren? 2007. Ja, 2007, 20 mei. Ja, maar ja, dan heb ik nu je wachtwoord. Ja. En wat is je Instagram-account dan? Dat moet ik ook weten. Ja. Maar dan kan ik nu in je Instagram. Ja, maar niet... Het is zeg maar met mijn achternaam ook nog erbij en zo. Het is wel moeilijk eigenlijk. Oké. Okay. Ik zal nooit mijn wachtwoord geven aan niemand. Nee. En hij, ja, je vriend doet het wel. Ja, hij doet MAVO. Ik doe MAVO. Nee, daar is niks mis. Nee, was een grapje. Nee. Een wachtwoord is een code die jij alleen weet. En deze gebruik je meestal om belangrijke informatie van jezelf veilig te stellen op de computer of op een website. Bedenk een wachtwoordzin die je makkelijk kunt onthouden. Hoe langer de zin, hoe moeilijker deze te kraken is. Het is heel vaak zo dat mensen voor hun wachtwoord hun naam, geboortedatum of gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaatsen. Ook is het zo dat ze hetzelfde wachtwoord voor verschillende websites gebruiken, om deze makkelijker te kunnen onthouden. Maar dat is niet altijd veilig, omdat iemand makkelijk je wachtwoord kan raden en zo persoonlijke informatie van je kan stelen of gebruiken. Hoe maak je nou wel een sterk wachtwoord? Hoe langer en complexer een wachtwoord is, hoe beter. Maak een wachtwoord van minimaal 10 tekens. En kies dan niet voor paarden 12, maar eerder voor het volgende. Blijf weg van een bestaand woord. Kies juist voor een brei aan willekeurige cijfers, letters en tekens. Daarnaast is het ook slim om je wachtwoord om de zoveel tijd te veranderen. Verander je wachtwoordendag is daar het perfecte moment voor. De Nederlandse Viviane Miedema is misschien wel de grootste ster van de Engelse voetbalcompetitie. De spits van Arsenal scoorde in de competitie tegen Manchester United en kreeg hiermee nog een record op haar naam staan. Viviane Miedema staat bekend als de beste spits ter wereld of doelpuntenmachine. Zij kreeg op 23 november een record op haar naam staan. De topscorer is de eerste speler ooit die tegen alle landen van de Women's Super League heeft gescoord. Dat je dan meisjes en ook jongetjes zeg maar, met Martens, met Miedema, met Van der Sande op hun rug ziet, dat is zo speciaal. Dan denk ik af en toe nog wel van, oh, ben ik aan het dromen of is het echt? En ja, dat is geweldig om te zien. In plaats van dat ze de mannen op hun rug hebben, hebben ze ons op hun rug. En ja, dat is zo mooi. De Women's Super League is de hoogste Engelse vrouwenvoetbalcompetitie en maakt het daarom ook heel belangrijk. Ik houd heel erg van voetbal en zijn grote fans van jou. Welk doelpunt was voor jou het belangrijkste dat jij hebt gescoord? Nou, ik denk met de meeste ontlading is eigenlijk de 4-2 in de EK-finale denk ik tegen Denemarken. Miedema van de Donk is mee. Miedema! Vooral omdat het 2 of 3 minuten voor tijd is en op dat moment weet het team, weet iedereen dat zeg maar de EK-titel binnen is. Europees kampioen voetbal, Nederland. Dit is niet het eerste record dat Viviane op haar naam heeft staan. In juli van dit jaar scoorde de voetbalster tijdens de Olympische Spelen in Tokio 8 doelpunten in 177 minuten. Dit is een gemiddelde van 1 doelpunt per 22 minuten. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het 10 minuten jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.